Ga door. We hebben een gezondheidsweek gemaakt waarin we leerlingen eigenlijk heel erg kennis willen laten maken op een activerende manier met allemaal vormen van gezondheid. Zo hebben we het gehad over orgaandonatie, we hebben het gehad over vaccineren. Onze leerlingen krijgen de kans om allemaal een officieel reanimatiecertificaat te halen. Ze zijn met beweging bezig, ook een stukje mentale gezondheid. En eigenlijk op een hele praktische manier, dus door heel veel te doen. En wat hoop je dat de leerlingen ervan leren? Ik hoop dat ze ervan leren een stukje kennis vergaren over verschillende onderwerpen van gezondheid. Maar wat ik vooral heel erg hoop is dat ze hebben leren ervaren. Zichzelf over een drempel hebben durven zetten door heel veel te doen. Was het moeilijk? Ja, je moet eerst kijken of die ademt. En dan moet je, als dat niet zo is, moet je de kin omhoog doen. En 10 seconden kijken naar zijn borst. En als dat niet zo is, moet je reanimeren 30 keer. En dan mond-op-mond beademing. AED's mogen nu aan. Tussen de borstkast. Drukken. Heel snel. 120 of zoiets per minuut of zoiets. Vind je het wel belangrijk om te leren? Ja, voor als het gebeurt in je familie of zo. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Een kabelbaan, bruggen, stenen, dat je over het water heen kan lopen. De gemeente Zoeterwoude vraagt haar jongste inwoners om mee te denken over het ontwerp van een nieuwe natuurspeeltuin. De kinderen van het avontuur zijn vandaag een maquette aan het bouwen. Nou, al die leuke ideeën die de kinderen gaan verzinnen, die nemen we mee bij het ontwerp. Daarnaast kunnen alle kinderen in Zoeterwoude een schets maken of een mindmap maken. En dat kunnen ze doen op www.detweeheren.nl/participatie tot 24 maart. En ook die ideeën nemen we mee. En nou ja, wat daaruit komt, verwerken we in het ontwerp. Barry Bimmerman is een van die twee heren. Zijn bedrijf begeleidt de kinderen bij de knutselochtend. Ja, het is onwijs, vind ik. Ik vind het zo leuk om nu al de projectleiders te zien. En iedereen zijn plek en rol. En mensen die met groen bezig willen zijn. Ja. Vind ik heel leuk. En wat leren de kinderen hier vooral van? Dat ze buiten de lijntjes, denk ik, wat ze nu kennen aan een speeltuin, is dat dingen in een vlakje staan. En ze zien het niet als een speelterrein. Dus dat vind ik heel grappig. Ze wilden gelijk al vierkantjes uitknippen en daar komt dan de klimparcours op. Terwijl ja, wij zien het eigenlijk als dat het routes zijn in een mooi groen terrein. Het wordt maar twee paaltjes en dan is er touw en er komen er dan plankjes op. Dan wiebelt een beetje. Veel natuur. Het is voor grote en kleine kinderen. En een boomhut. Dat ieder kind er lol in kan hebben. En wanneer kan er echt worden gespeeld? We gaan dit voorjaar beginnen met het ontwerp. Dan gaan we in de zomer beginnen met de aanleg van het eiland. En dan verwachten we dat volgend voorjaar het klaar is. Donderdag en vrijdag deed de politie onderzoek in het water van de Nieuwe Rijn in Leiden, ter hoogte van het Evertse pad. Specialisten van het landelijk team onderwaterzoekingen helpen de recherche bij de hernieuwde zoektocht naar bewijsmateriaal in de zaak van de vermoorde Esmee. De duikers kamden, net als op 12 januari, de bodem van het water naast het Utrechts jaagpad uit. Ze maakten hierbij gebruik van een sleepnet en een magneet. Naar welk bewijsmateriaal gezocht werd, wilde de politie niet zeggen. De 14-jarige Esmee werd donderdagavond 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. De volgende ochtend werd ze door een groepje sporters doodgevonden in een speelparkje aan de Melchior Treuplaan in Leiden. De 32-jarige Olivier van der G. uit Leiden werd al snel aangehouden. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer en wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of het slachtoffer en de verdachte een relatie met elkaar hebben gehad. Vrijdagmorgen overhandigden leerlingen van basisschool De Morskring in Leiden enkele honderden handtekeningen aan onderwijswethouder Paul Dirksen. Daarin vragen ze of de gemeente Leiden een kinderburgemeester in het leven wil roepen. Het idee komt van duo-raadslid Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren.
Het is de bedoeling dat er een kinderburgemeesterverkiezing komt. Dat moet dan wel de volgende wethouder gaan regelen, want Paul Dirksen die stopt na de verkiezingen. Hij is wel erg enthousiast over het idee en hij beloofde om het door te geven aan zijn opvolger. Hoe oud ben jij? 8, bijna 9. Dan word je de jongste burgemeester van Nederland, denk ik. Denk ik ook, ja. We hebben eerder in de raad gesproken over hoe kunnen we jongeren, kinderen meer invloed geven in het beleid dat we maken. Nou, Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren had een heel goed idee van waarom doen we eigenlijk niks met een kinderburgemeester. En toen heb ik in al mijn onschuld gezegd, nou, zorg eerst maar dat er wat draagvlak voor is. Nou, dat hebben we geweten. In gesprek met heel veel scholen merkte je eigenlijk al dat ze een kinderraad hadden en ook zelfs verkiezingen hielden hiervoor. En dus het laat al eigenlijk zien wat voor politiek talenten we in Leiden hebben. Ik wil bepaald niet zelf burgemeester worden. Oh, je wil alleen maar meedenken? Ja, dat zou ik wel leuk vinden om mee te denken. Wat denk je, is een duo-baan leuk, samen burgemeester? Ja, lijkt wel leuk. Ja, want jij ziet die baan wel zitten. Ja, maar ik denk dat ik het een beetje druk ga hebben dan. Ik heb best wel veel sporten en dan ook nog kinderburgemeester. En ook nog even burgemeester erbij. Ja, dus best wel druk wordt het dan. Heb jij er wel tijd voor? Ja, ik maak er tijd voor. Ja? En wat ga jij dan als eerste aanpakken? Wel de natuur en het verkeer in Leiden. Dat vind jij de belangrijkste dingen? Ja. En jij? Ja, het plastic afval wat op de straat ligt. Wat vind je het allerbelangrijkste? Verkeer, denk ik. Ja, verkeer? Ja. Want wat gaat er niet goed met het verkeer in Leiden? Nou, sommigen denken, ja, ik heb een coole nieuwe auto. Ik ga er heel hard mee crossen door de straten. Maar dan komt er bijvoorbeeld een fietser langs en dan wordt hij bijvoorbeeld aangereden. En dat is niet zo leuk. Hey Tijmen, jij zit ook in de leerlingenraad hier op school. Of in de kinderraad heet het, hè? Ja. Is dat een beetje vooruitlopend op je burgemeesterschap? Ja, een beetje. Maar wat bespreken jullie in de kinderraad dan voor dingen? Vooral dingen om de school beter te maken en leuker te maken voor de leerlingen. Ik geloof zelfs 230 handtekeningen zijn er verzameld onder de Leidse kinderen in het primair onderwijs. En die steunen allemaal dit idee. Er zijn ook al steden in Nederland die een kinderburgemeester ook kiezen. Dus dan is het duidelijk, hè? Dan ligt er een opdracht. Die kan ik niet meer helemaal uitvoeren. Ik kan hem wel voorbereiden. Maar die ligt voor mijn opvolger, de volgende wethouder onderwijs, om te zorgen dat Leiden een kinderburgemeester krijgt. Ja, ik vind het heel spannend, ja. Ik heb het ook een beetje koud. Samen met burgemeester Laila Driessen gaf Gemiva SVG-cliënt Ricky vrijdag het startschot van NL Doet. Op de landelijke vrijwilligersdag werd bij de woongroep in Leiderdorp een rollator- en rolstoelsponsorloop georganiseerd. Van de opbrengst wordt een eigen duofiets aangeschaft. Het is ontzettend belangrijk dat mensen die heel veel binnen moeten zitten, door wat voor reden dan ook, dat die weer naar buiten komen. En dat die weer kunnen genieten van de zon. En ook eens wat anders zien, hè, dan hun kamer en al die lieve verpleegsters. Dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar het is ook heel goed om buiten te zijn. Ja, coronatijd heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. Maar ik zag ook weer hier die blijdschap van die mensen. We zijn weer buiten. We gaan weer leuke dingen doen. En ze hebben hier in de Ommendijk iets fantastisch georganiseerd weer. Leuk, gezellig. Ja, het is een beetje gezellig, ja. Wie het ook erg gezellig vond, is toiletjuffrouw Carrie Toos. Onderweg voorzag zij de sporters van een gezonde versnapering. Mensen lopen natuurlijk de rollatortocht. En dat kost heel veel energie. En met zo'n banaan, ja, daar krijg je energie van. En dan ga je nog een rondje voor het goede doel, hè. Ciao, ciao. Gemiva-medewerker Marion Groenewegen organiseerde de bijzondere sponsorloop. Er zijn veel mensen met een rollator, ook in een rolstoel. Maar de meeste eigenlijk met een rollator. En ja, en meestal kunnen zij niet meedoen met wat voor loop dan ook. Dus we dachten, we gaan een heel klein rondje maken, zodat ze ook trots kunnen zijn op wat zij kunnen doen. En dat blijkt wel echt. Het is ook een genot om als burgemeester te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten hier in Leiderdorp. En we hebben er heel veel. Hier is Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. Hou de bel in de gaten, want ik kom eraan en ik ga dan vragen aan jou. Hoe schoon is jouw pot? Die ga ik natuurlijk inspecteren en daarna gaan we praten over het leven en de zin van het bestaan. Hou je bel in de gaten, want Corrie komt eraan. Doegie!
Schip ahoy allemaal. Kijk nou, het is wat hier een lekker bootje ligt. Ik ga hier eens even het bosje inspecteren. Kijk, daar zit ik al aan mevrouw. Oh, godsallemachtig, ik ben een beetje zeeziek hoor, hier zo. Goedemorgen. Hallo, ik ben Corrie Toos en bij mij is de Bril Smitseloos. Bij mij niet hoor. En hoe is die bij u? Hier? Ik ga maar kijken. Mag ik even kijken? Oh god, ik ga nou echt naar een pot op het schip. Vertel er even bij dat het schip gerestaureerd wordt. Kijk maar, die weet je niet. Oh god. Kijk nou toch, wat een heerlijk potje ik hier... Kijk nou, oh, kijk nou toch, wat een heerlijk potje. Ik heb nog nooit zo'n lekker potje gezien, wie het weet. Oh mijn god, ik kom niet meer bij. Het is een smerig potje. Het is een heerlijk smerig potje en daar ben ik dol op. Er zit allemaal alg in, van het slootwater. Maar jullie zijn het schip aan het restaureren. Ja. Kijk maar om je heen. Alles is helemaal open. Alles is weg. Mijn keuken is weg. Mijn badkamer is weg. Alles is weg. Noodkeukentje. En jullie wonen hier? Nee, nee zeg alsjeblieft. Nee, we zijn hem gewoon aan het mooi maken. En het is een hobby van jullie? Nou, van hem, hè? Oh, je hebt niets, niet. Blijf je wel bij hem? Jawel. Hij is hartstikke lief. Oh, kijk, dat is gelukkig. Hij is heel erg lief, maar... Het potje, dat is drama. Zal ik een keer terugkomen als het gerestaureerd is? Moet je doen. Dan kom ik er even op zitten. Ja, dan is hij smetteloos. Dan is hij net als smetteloos. Kijk, dat is het, hè. Bij Corrie Toos is de Bril smetteloos. En volgend jaar gaan we terug, hoor, bij deze mensen. Dan gaan we eens kijken naar het potje. Je bent altijd welkom. Ja, super bedankt. Dit was het weer. Tot de volgende keer.